Hey iedereen, het is weer tijd voor een nieuwe video vandaag en we gaan vandaag alweer aan de slag met een zoet recept. Ik ga namelijk laten zien hoe je zelf frambozen cheesecake koekjes kunt maken. En deze koeken zijn niet echt van die hele chewy krokante koekjes, maar het heeft wel wat weg van eierkoeken. Dus het zijn cheesecake koekjes, maar ook cake koekjes, als je begrijpt wat ik bedoel. Ze zijn in ieder geval heel erg lekker en helemaal niet zo heel erg moeilijk om te maken. Laat je vooral niet afschrikken door de ingrediëntenlijst die ik je zo meteen ga laten zien. Deze koekjes zijn namelijk echt de moeite waard. Dit zijn de ingrediënten die we nodig hebben voor het maken van de koekjes. Het is een beetje passen en meten in mijn scherm, want ik heb niet zoveel plek en we hebben aardig wat ingrediënten nodig. Laat je daar vooral niet door afschrikken. Ik begin hier in ieder geval met mijn grote kom. Hier zit bloem, maïzena, een snufje zout en baking soda in. En Dr. Oetker verkoopt tegenwoordig baking soda, dus je kunt dat gewoon vinden in de supermarkt. Dan heb ik hier naturel roomkaas, twee soorten bastardsuiker, lichtbruine bastardsuiker en witte bastardsuiker, ongezouten roomboter, vanillearoma en twee eitjes. Hier ligt er nog eentje verstopt. En witte chocola. En buitenscherm kun je helaas niet zien, maar dat zie je straks, heb je ook nog wat verse frambozen nodig. Ik ga mijn mixer lekker het werk laten doen. Dus ik heb hier de beslagkom van mijn standmixer. Daar mag de boter in. Die is op kamertemperatuur. Net zoals alle andere ingrediënten trouwens. Samen met de roomkaas. Ik gebruik Philadelphia naturel. Die vind ik eigenlijk altijd het lekkerst. En de suiker. En dit kloppen we op tot een luchtig mengsel. Als de boter, de roomkaas en de suikers dan goed zijn opgeklopt, ziet het er zo uit. Heel romig. Dan mogen daar een aantal andere ingrediënten nu bij. Allereerst de vanillearoma. Ongeveer 2 theelepels. En de eitjes. Deze kloppen we er dan weer even goed doorheen. Als de eieren dan door het mengsel zijn geklopt, ziet het mengsel er zo uit. Zoals je ziet, best wel vloeibaar. Je ziet hier en daar nog wat stukjes. Dat is helemaal niet erg, daar merk je straks niks meer van. Nu mogen in ieder geval de droge ingrediënten in de kom. Dus dat zijn de bloem, de maïzena, de baking soda en de snuf zout. Voorzichtig. Ik spatel het er even voorzichtig doorheen. Zodat zo meteen niet alles ontploft als ik de keukenmixer erin zet. Dit laat ik nog één keertje door de keukenmachine mixen totdat het een egaal koekbeslag is geworden. Na het kloppen van alle ingrediënten ziet het koekbeslag er nu zo uit. Een beetje plakkerig, dat komt natuurlijk door die roomkaas, maar wel precies zoals we het willen hebben. Het is een beetje stug, dus wat lastig door te spatelen. Maar dat moeten we toch echt even doen. Ik heb namelijk nog de witte chocolade die er doorheen mag. Ik doe gewoon alles in de kom. En deze spatelen we er even doorheen, voor zover dat goed gaat. Zo, dit is prima. Flinke workout, kan ik je vertellen. Tijd om de koekjes op de bakplaat te gaan scheppen. Ik ben de oven ondertussen aan het voorverwarmen op 180 graden. En ik heb hier mijn bakplaat bekleed met een vel bakpapier. Ik ga de koekjes of het koekdeeg op de bakplaat scheppen met behulp van mijn ijsschep. Dat is het makkelijkst. Dus ik schep gewoon een beetje van het koekdeeg in de schep. En dan leg ik het, kijk waar je het best kan zien, hier. Op de bakplaat. Dat herhaal ik een paar keer, zodat ik er wat naast elkaar heb. Zorg voor voldoende tussenruimte, want ze gaan wel iets uitlopen. En we moeten ze zometeen nog een beetje vormen. Omdat ik wil dat de koekjes groot worden, maar vooral ook dik, ga ik ze alvast een beetje in een koekvorm duwen. En ik heb daarvoor gewoon een lepel. En die heb ik lichtjes warm gemaakt met warm water. En die koekjes die duw ik alvast een beetje in de juiste vorm. Zoals ik net al zei heb ik ook wat framboosjes. Die duw ik er nu pas in. Als ik dat echt door het koekdeeg ga mengen is het wel heel lekker. Maar dan vallen ze helemaal uit elkaar en wordt het moes. Dat vind ik gewoon zonde. Dus ik duw nu de framboosjes gewoon nog lichtjes in de koekjes. Dan kunnen deze lekker meebakken in de oven. Dan mogen de koekjes de oven in ongeveer 9 tot 10 minuten. Dan blijven ze nog wel zacht als je ze uit de oven haalt. Maar je moet ze toch nog even goed laten afkoelen en dan zijn de koekjes straks lekker chewy. De koeken zijn klaar. Ze komen net uit de oven en ik heb ze even op een taartrooster gelegd. Op die manier kunnen ze namelijk ook van de onderkant afkoelen. Het is namelijk wel echt noodzakelijk dat we ze even gaan laten afkoelen. Als je ze nu opteelt zijn ze zo zacht dat ze uit elkaar vallen. Door ze op het aanrecht af te laten koelen worden ze ietsje steviger en kun je ze gewoon vastpakken. Natuurlijk gaan we ze daarna proeven. Alright, de koeken zijn klaar. Ik heb er hier eentje. Zoals je ziet zijn ze super groot geworden. Ze zijn echt net zo groot als mijn hand. En ik ga hem even van dichtbij aan je laten zien. Kijk.
Kijk, zo zien ze er dan uit. Je ziet echt die frambozen, die zijn trouwens nog best wel lekker zacht. Witte chocolade zie je er doorheen komen en het is echt een beetje een... Nou ja, het lijkt echt wel heel erg veel op een eierkoek. Maar de smaak is natuurlijk het allerbelangrijkste, dus ik ga gewoon een hap nemen. Kijk, van dichtbij kun je ook echt zien dat de structuur van de koek iets meer weg is, heeft van cake. En dus ook echt wel een beetje lijkt op eierkoek. Maar dat is eigenlijk best wel heel erg lekker. De koekjes zijn niet koekjes, eigenlijk moet ik echt koeken zeggen. De koeken zijn niet heel erg zoet. Ondanks de hoeveelheid suiker en natuurlijk de frambozen en de witte chocolade die je hebt gebruikt. Maar ze zijn wel echt heel erg lekker. Ik hoop dat je dit recept leuk vond om te zien. Het zijn een keertje wat andere koekjes dan we gewend zijn, maar dat maakt ze zeker niet minder lekker. Mocht je vragen hebben aan de hand van dit recept, stel ze dan gerust hieronder bij de comments. En uiteraard kan ik je alvast vertellen dat je naar hartelust kunt variëren met deze koekjes. Qua toppings, qua ingrediënten, maak ze gewoon zo lekker en zo leuk als je zelf wil. Voor nu wil ik je in ieder geval bedanken voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal en hopelijk zie ik je heel gauw weer. Doei! Thank you.